pas. En Zonneveld, die in de problemen wordt gebracht. Overal waar hij kijkt, ziet hij tegenstanders. Bakuna. Bakuna, dat is de derde poging en nu is het wel raak. Het is de 12e minuut. Ik kon de bal veroveren op het punt middenveld. En zeg maar een directe bal geven naar Leandro. Dat ja, het heel goed afmaakte. Dus een mooi doelpunt. Kapelov. Taric. Handig dat balletje op Matas die goed loopt. Alleen iets te moeilijk uitkomt naast het doel van Ten Rauwelaar. Matas, dat is wat ongelukkig aangenomen bij toeval bij Kapelov. En dan de uitgelezen mogelijkheid van Matas van de doellijn gehaald. Hij kans gaat er wel in. Komt op naam van Andersson. En levert de tweede treffer op voor FC Groningen. Eigenlijk moet gewoon Tim scoren. Maar gelukkig voor mij kreeg ik de rebound en ik kon gewoon die inschieten. Dus dat was leuk om de eerste doelpunt te maken. Amoa. Lulling. Nou, daar is hij. Ja hoor, hij krijgt het weer van elkaar. Alex Schalk, hoe is het onmogelijk? Zij veranderde een beetje van tactiek, maar echt anders. Het was nou niet dat we ondersteboven waren, maar de eerste kans die ze kregen, meteen twee minuten, zit er meteen in. En ja, dan gaat het publiek leven en zij krijgen toch weer een beetje hoop wat ze eigenlijk niet hadden. Ja, dat was eigenlijk het doemscenario voor ons. En ja, weer. Andersson. Lulling. Schalk geen buitenspel. Lulling, het is 2-2. Hoe krijgen ze het voor elkaar bij NAC en hoe krijgen ze het voor elkaar bij FC Groningen? We moeten gewoon zelf de wedstrijd kunnen uitspelen. Dat is, dat moeten we gewoon verbeteren. Oh, en helemaal vrij Pedersen. Die kan al die misses van de laatste 10 minuten goed maken. De 3 minuten zitten erop. Luiks en Van Loon voorkomt dat Groningen hier zelfs zonder punten blijft. Want Kuipers fluit af. Ja, we moeten gewoon leren en voor de volgende wedstrijd. Goed de beeldjes bekijken nu, de komende dagen en gewoon analyseren waar het misgaat. En daarna gewoon dingen neerzetten op de training en gewoon proberen, verbeteren.